De voedingsdriehoek laat zien wat je best eet om gezond te leven. Maar hoe ga je te werk om deze richtlijn ook dagelijks toe te passen? Varieer en zoek alternatieven. Elke dag hetzelfde eten wordt snel saai en eentonig. Varieer met wat je eet door bijvoorbeeld elke dag een andere seizoensgroente te eten. En vervang minder gezonde keuzes door de gezonde variant. Eet op vaste tijdstippen en samen met anderen. Las vaste eetmomenten in voor jezelf. Vermijd te veel tussendoortjes. Probeer ook samen met familie, vrienden, collega's of buren te eten. Dat helpt je om regelmaat te houden. Met je gezin aan tafel? Geef als ouder het goede voorbeeld en moedig je kinderen aan te proeven. Eet bewust en met mate. Leer afgaan op je buikgevoel. Weet wanneer je honger hebt of verzadigd bent. Hoe doe je dat? Door bewust bezig te zijn met eten. Zit aan tafel, eet langzaam en geniet ervan. Ban afleiding uit je buurt. TV uit, smartphone aan de kant. Neem kleine porties van wat minder gezond is. Pas je omgeving aan. Richt je omgeving in, zodat de gezonde keuze voor het grijpen ligt. Leg bijvoorbeeld fruit in het zicht in de keuken en bewaar geen snoep of koeken in je auto of op kantoor. Bereid je voor op noodgevallen. Stop een portie soep of pastasaus in de diepvries voor dagen met weinig tijd. En neem een flesje water of zakje noten mee in je tas, zodat snoepautomaten je onderweg niet in verleiding brengen. Werk stapsgewijs. Elke kleine verbetering is een stap vooruit. Start bijvoorbeeld met 1 stuk fruit per dag. Bouw extra stappen in op je eigen tempo en geef vooral niet op wanneer je eens een terugval hebt. Het gebeurt de beste. Planmatig werken kan ook helpen. Stel bijvoorbeeld een weekmenu en boodschappenlijstje op. Geniet van wat je eet. Verwen jezelf dagelijks met lekkere, gezonde voeding en gun jezelf af en toe een minder gezonde uitspatting. Maar niet te vaak en niet te veel. Zoek de goede balans tussen voor je lichaam zorgen en genieten. Benieuwd naar meer tips om gezond te eten? Kijk op gezondleven.be.